daarheen. We zouden naar Noord-Europa gaan. Ja, nou even... We zouden naar Noord-Europa en opeens sta ik in Barcelona. Ja, even een kleine tussenlanding. Ja, kleine tussenlanding. Wat is dat nou? Een kleine tussenlanding. Wat is het probleem nou? Ja, het probleem, het is geen kleine tussenlanding. Ja, want ik heb dus al weken zin in Hollands eten. Nou, waarom zijn we dan niet naar Amsterdam gegaan, nee, Barcelona? Omdat ik hier mensen ken die heel goed Hollands kunnen koken. Oké, wat dingen. Moet je horen. Een vork, waar is een vork? Hier in de oor. Even proeven hoor. Even kijken hoe ver we aan gaan. Ja. Ik proef namelijk nooit. Nee, het is wel heel erg lekker, maar het kan wel wat zout hebben. De azijn, waar staat dat? Azijn? Goed. Oké. Doen we er straks bij, een kuiltje in. Lekker. Azijn? Ja, heerlijk. Dat kan ik niet. Ja, ik wil het graag. Als jij dat graag wil, het is jouw voorkeur op jouw verzoek. Dus jij zet me wat erin. Ik heb het er maar gelijk doorheen gedaan. Ja, dat vind ik wel lekker. Oh ja. Lekkere worst. Even great confusion. Ja, zo is het beter. Ja? Ja, heerlijk. Zo kan hij de tafel. Zo kan hij een tafel. Zalig. Is het goed zo? Dankjewel. Ja. Matthias, zal ik jou ook even opscheppen? Lekker. Volgens mij is hij heerlijk geworden. Niet te veel? Oké. Okay. Ronald? Ja? Kijk niet gaan. Ja, dat is hartstikke lekker, man. Heerlijk. Al die weken, jongen. Dan zitten we allemaal het buitenlandse eten en uiteindelijk weer eens even een Hollandse. Zou je zelf ook niet? Ja. Zelf niet vergeten. We komen hier omdat jij boerenkool wil eten. Ja. Wat mis je nog meer aan Nederland? Karnemelk. Hebben we ook niet hier. Karnemelk? Karnemelk hebben ze hier niet. Nee, dat hoor je niet veel. Nee. Ja, vind je het lekker? Vind ik heerlijk. Beetje suikerdrul? Nee, ik doe het toch onder suiker. Beetje roer zo? Nee? Doe je dat niet? Vroeger wel, maar nou niet meer. Hè? Oh, zonder suiker? Ja, zonder suiker. Nou, moet het lekker warm zijn, dat is heerlijk natuurlijk, hè? Lekker fris. Ja, wat mis jij aan Nederland, Ronald? Wat ik aan Nederland mis? Ja? Die grote pakje yoghurt. Oh. Die grote pakje yoghurt? Ja, of een fles. Want hier heb je allemaal die kleine pakjes. Ja. Die je één keer moet openmaken. Twee hapjes. Zijn opgegooid, ze weg, dan moet je weer één openmaken. Dus. En gewoon niet pakken, dan ga je maar door. Hè. Dat is onhandig natuurlijk. Dat is maar ja, daar zijn ze nog niet achter hier. Wat is het leukste nou in Nederland? Heerlijke regenachtige herfstdag. Een heerlijke. Regenachtig, dat je de hele dag van in de auto, uit de auto, allemaal in die regen. In de regen. Ja. Laat je nou niet koud worden? Nee. Ja, kijk nou uit. Het is heerlijk. Eet jij ook even een beetje door? Nee. Ja. Heerlijk, boerenkool. Ik geef hem ook aan jou. Als zijnde ambassadeur van. Typisch Delftse blauw, hè? Ja. Nederland. Of niet? Krijg jij deze prachtige molen met toe uit Amsterdam? Heel fijn. Bedankt. Amsterdam. Ik heb voor jou ook wat meegenomen. Kijk, zit heel mooi ingepakt. Dat moet je even uitpakken voor mij, alsjeblieft. Ook een molen. Kijk. Want als jij natuurlijk had gezegd, Ronald, we gaan niet in Spanje voetballen. En wij zijn hier natuurlijk nooit terechtgekomen. Ja, dat was het moeilijk geworden. Want meestal is dat zo, hè? Die vrouwen beslissen dat. Nee, ja! Dat... Ja. Wow. Ja! Hoe vind je hem? Hoera! Hoe vind je hem? Ja! Even kijken. En hoe staat hij? Nou, dat is namelijk echt een topmolen.